Oh, wij zijn begonnen in ongeveer, ja, voorjaar 2015. In eerste instantie was het bedoeld als gastenverblijf voor familie. Maar dan staat het toch ook nog heel vaak leeg. Dus toen dachten we, misschien kunnen we wel ook verhuren als bed and breakfast. En dat bleek booming. Bevalt op zich goed. Het is soms wat druk. Maar het is leuk. Het is leuk om heel veel verschillende mensen te ontmoeten. Ze komen echt over de hele wereld vandaan. De bed and breakfast wordt op dit moment veel geboekt door Airbnb, maar ook door andere sites, via andere sites. Maar we hebben veel mensen uit Amerika, we hebben ook mensen uit Azië, ook veel uit Australië en Europa uiteraard. Wat we wel merken, en dat vind ik eigenlijk zelf wel heel belangrijk, is dat onze gasten het een verademing vinden om hier te zijn als ze uit de drukte van de stad komen. Dus die drukte willen we hier niet. Dat groeiende toerisme, dat merk je goed. En dat brengt met zich mee dat ik zelf bijvoorbeeld het weekend niet meer de stad in ga. Ja, ik ben wel bang dat de drukte hier ook gaat komen. Hoewel, met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen hoop ik dat dat een beetje gedimd gaat worden.